misschien een goede avond allemaal. Welkom bij de Food Floor in Ede. De Food Floor die vandaag van start gaat op een hele speciale manier. Ik sta hier niet alleen op het podium. Ik sta hier met Annemarieke Blom. Die gaat zo dadelijk vertellen wat ze gaat doen. En u ziet ook een meneer filmen. Wij zijn rechtstreeks verbonden met de raadsvergadering die op dit moment in het gemeentehuis aan de gang is. En de bedoeling is eigenlijk, en dat gaat zeker gebeuren als jij jouw pitch gaat houden, dat we laten zien in de raad wat een enorme levendige community dat we in Ede hebben als het gaat om food. Het zijn allemaal mensen die betrokken zijn op de een of andere manier bij het thema food. Of dat nou sociaal-maatschappelijk vlak is, of over stadslandbouw, of het gaat over duurzame producten. En al die mensen die nu in het gemeentehuis zitten, 2 juni kun je gewoon hier aanwezig zijn. Dat is veel interessanter dan bij de raad. Dames en heren, welkom. We gaan u vanavond meer vertellen over hoe de Food Floor werkt en hoe die community aan elkaar steekt. Er is een fonds waar wij initiatieven mee kunnen ondersteunen. Er is een LinkedIn pagina. Er zijn nog allerlei veel mooiere zaken die we gaan bespreken met elkaar. Maar ik ga nu van start met de eerste pitch. En ik geef het woord aan Annemarieke Blom en die gaat ons iets vertellen over een fantastisch project. Goedenavond allemaal, ik ben Annemarieke Blom en ik mag vanavond het platform Eten Delen Ede aan jullie presenteren. Er komt zo een hele mooie dia bij, zodat jullie kunnen zien waar het over gaat. Het is een platform wat een website en een project tegelijk is. En dat bestaat om zoveel mogelijk mensen in Ede eten met elkaar te laten delen. Dat kan gaan om maaltijden, maar ook om heerlijk eten uit een moestuin of een ander duurzaam project. We willen zoveel mogelijk mensen eten laten delen. Mijn presentatie, ja, dan mag die vast naar de volgende pagina. Dit is de website etendelenede.nl. Die is afgelopen maandag 1 februari gelanceerd door wethouder Lichtelijn. En zij heeft de eerste maaltijd gedeeld met afhaler Ludwig. Op deze website kun je automatisch online maaltijden delen met je buurtgenoten. En het project bestaat dan ook uit 3 delen die ik graag aan jullie toe wil lichten. Mag ik de volgende dia? Het eerste is eigenlijk online. Dat betekent een heel simpele techniek. Je kookt lekker, je bent van plan om te gaan koken, je houdt van koken. En dan zet je je maaltijden op de website etendelenede.nl. Vervolgens krijg je buurtgenoten een bericht daarover en zij kunnen de maaltijd dan bij je afhalen op het afgesproken tijdstip. Ik heb bijvoorbeeld vanavond, omdat ik geen tijd had tussen mijn werk en tussen deze bijeenkomst, bij Albina, die zit daar, in Ede een heerlijke maaltijd afgehaald. Het was couscous gemaakt van bloemkool met heerlijke garnalen. En ik heb echt heel erg van gesmuld, dankjewel. Het tweede deel van dit project is eigenlijk offline. Dus eigenlijk met mensen onder elkaar en zonder website. En daarbij gaan we zoveel mogelijk mensen met eetactiviteiten aan elkaar verbinden. Want samen eten, dat verbindt mensen. En dat doen we door bestaande initiatieven op de website te zetten, maar ook door nieuwe activiteiten te ontwikkelen en ook weer op de pagina weer te geven. En als laatste hebben we nog het verbinden van kwetsbare buurtgenoten aan thuiskoks. Als ze niet meer goed kunnen koken, kunnen we zorgen dat die in contact worden gebracht met hun thuiskok. Mijn oproep aan jullie, dat mag dan de laatste dia zijn, dat is dat je je initiatieven die je nu al onderneemt aan mij door kan geven. Dan zorg ik dat ze op de website komen. Verder kan je je rechtsboven in de website gratis registreren en je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan uiteindelijk krijg je dus de maaltijden uit Ede en alle nieuwsfeitjes. Die komen dan in je mailbox terecht. We zijn nu bezig om dat bij organisaties allemaal te vertellen wat je met de website kan. Dus wij zijn begonnen. Dat is eigenlijk het nieuws. Dankjewel. Ja, bedankt.